En aan de stem van de centralist hoor je, dit is een melding die menens is, die gaat ertoe doen. Was op zich nog een rustige dienst, dus ik denk, pak de wisselstrook. Op een gegeven moment meldkamer, 2204, kunt u gaan voor een reanimatie. Ja, en toen werd mijn angst werkelijkheid. We staan op de wisselstrook, we kunnen geen kant op. Auto's vormen, we kunnen niet achteruit, we kunnen niet vooruit, we kunnen niet naar links, niet naar rechts. Wederom meldkamer, 2204. Het gaat om de reanimatie van een kind van 1 jaar. Ja, op dat moment, dan adrenaline, mijn gevoel was eigenlijk, dit wil ik niet. Ik wil niet een reanimatie van een kind. Het verkeerslicht staat op groen. Dus ik zet toetsen en bellen aan. Auto's kunnen nog steeds niet weg eigenlijk. Maar op een gegeven moment kunnen we doorrijden. Krijgen we aanrijdend nog wat info van de centralist. Het gaat om de verdrinking van een meisje van 1 jaar. En de moeder is in het sloot gesprongen. Die heeft eruit gehaald. En ze zijn nu al aan het reanimeren. Ik stap uit. Het zweet over mijn lijf. Kippenvel. Van allerlei gevoelens. Die door mijn lichaam gaan om... om te gaan starten met iets wat ik eigenlijk liever niet wil, maar moet. We komen daar beneden. Ik zie een poppetje, blauw, nat. Het was koud, levensloos, eng eigenlijk. Het was echt eng. Dus beginnen gelijk met reanimeren. Ik denk dat we een paar minuutjes bezig waren en toen hoorde ik de sirenes weer. Ja, toen kwam de ambulance beneden die het van ons heeft overgenomen. Ik ben even weggelopen om mezelf even te herpakken. Maar ik moet ook nog door, want het meisje moet naar het ziekenhuis. Het meisje moet een goede doorgang hebben met de ambulance. Alles moet weer geregeld worden. De opvang voor mensen, onderzoek. Misschien moet ik toch kijken wat er allemaal gebeurd is. Uiteindelijk gaan we de spoedtransport naar het ziekenhuis. Nou, ik met mijn collega weer in de bus. Ik was stil, even allebei even alles laten bezinken. Naar elkaar viel, we hebben alles gedaan wat we konden en hopen dat ze het redt. Vervolgens zijn we met z'n allen voor de debriefing naar de brandweerkazerne gegaan. OVD van de ambulance, die was er ook, die kreeg een telefoontje vanuit het ziekenhuis. Ja, en dat telefoontje was voor ons een verlossend bericht. We kregen te horen dat het meisje eigen ademhaling had en eigen hartslag. Nou, dat was zo'n opluchting voor iedereen daar. Er ging echt wel een angst van me af. En een gevoel van jeetje, zeg, hey, wat wij hier hebben gedaan met z'n allen, we knijterhard gewerkt. En misschien gaat ze het nog redden ook. Zeker omdat ik er zelf zo mee zat, wilde ik dat meisje nog zien in levende lijf. Dus een paar weken later ben ik er naartoe gegaan. Ja, en dan kom ik binnen en een moeder die eigenlijk sowieso al met een grote glimlach ons ontving. En dat meisje was aan het lopen, aan het kruipen, aan het doen, van alles aan het doen. Ja, ze was gewoon lekker aan het donderjagen. Dus op dat moment hebben we het goed kunnen afsluiten en leeft ze nog steeds. Dus een bizarre melding met een fantastisch einde.